Meer dan 139 jonge mannen hebben zich dit jaar ingeschreven voor de Mr. Gay Belgium-verkiezing 2018. 1/4 daarvan maakt vandaag zijn opwachting op de Casting Day, die doorgaat op het vakantiedomein Sunparks Kempensemeren in Mol. De iets wat nerveuze deelnemers wachten met een verfrissend drankje in de green room. Maar iedereen is vastberaden om vandaag het beste van zichzelf te laten zien. Elke kandidaat wordt door de 11-koppige jury, waaronder de huidige Mr. Gay Jamie De Bliek, onderworpen aan heel wat vragen. En alsof dat nog niet voldoende is, volgt er meteen daarop een Mr. Gay media-examen. Een les choreografie en een testfotoshoot. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. Onder het motto, een gezonde geest in een gezond lichaam, mogen de kandidaten zich van hun sportiefste en iets minder aangeklede kant laten zien. De Gouden 12 voor editie 2018 zijn bekend en ontvangen met veel trots het felbegeerde finalistenlint. Maar jammer genoeg is er ook teleurstelling bij de afvallers. Ik vind het helaas dat ik er niet bij zit, maar ik vind het een echte aanrader om toch mee te doen. Het is jammer, maar kijk, ik heb een leuke dag achter de rug. Tijd nu om even te bekomen. De kersverse finalisten worden verwacht op een welkomstdiner in het Molse eetcafé Leto. Na wat welverdiende rust, een stevig ontbijt en een Mr. Gay Belgium campagne-meeting starten de jongens aan hun eerste opdracht als finalist. Namelijk een professionele fotoshoot. Voor velen een speciale ervaring, waarbij een volledige haar- en visagiebehandeling niet mag ontbreken. Het gay body en swimwear kiezen is nog maar net voorbij. Of de heren bereiden zich al voor de fotosessies met huisfotograaf Dries Verstrepen voor Attitude Magazine. Ik ben op zoek naar iemand met een sterke persoonlijkheid, uitstraling, charisma, maar vooral iemand die het ziet zetten om echt veranderingen door te voeren. Ik let vooral op de uitstraling, hoe vlot ze overkomen en de diversiteit in thema's. Ik ben enorm blij met de selectie van de finalisten. Er zit enorm veel diversiteit in. Het is echt een toffe groep om mee te werken. De eerste shoot is nog maar net voorbij of de heren bereiden zich al voor op de tweede fotosessie met Mark Drofmans. En het resultaat? Dat valt de komende maanden op alle Mr. Gay Belgium affiches en flyers te bewonderen. Wel, ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt. En ik ga op mijn beurt mijn allerbest doen om die er zo goed mogelijk op te zetten. Stemmen op uw favoriete finalist kan gratis via www.out.tv.